Oké, hi, ik ben Charlotte. Hi, ik ben Sophie. En welkom op ons kanaal. Oké, stop. Dit was een goeie. Ja, alleen nou en niet verder. Jawel, nu wel verder. Okay. We gaan verder. Zo zijn wij. Nou, wij gaan dus met z'n tweeën vloggen. Dat zie je niet vaak, dat mensen met z'n tweeën vloggen. Wij doen het wel. En als leukste, sowieso, op heel YouTube. Dat is een rare zin. Dat is een rare zin. Oké, maar we beginnen eerst met onszelf voorstellen. Want zo netjes zijn wij. Ja. Nou, vertel. Vertel, wie ben je en wat doe je? Ik ben Sophie, ik hockey. Ik hockey in België inmiddels. Dat is eigenlijk alleen? Alleen, meisje. En door de week werk ik in een kapsalon om kapper te worden. Dat is leuk. Ja, hè? Ja. Dat doe ik nu sinds een maandje. Ben je goed? Ja. Het komt. Het komt. Kut, zou ik dus zeggen. Dus mocht je geknipt willen worden tijdens deze intro, stuur even je e-mailadres in het subscribe deel hieronder. Dat kunnen we meteen doen. Ja, laten we dat doen. Ja, meer onze intro verneukt. Nee, we gaan gewoon door, boeien. Nou, ik ben Charlotte. Ik werk bij een vastgoedbedrijf. En daarnaast hockey ik in Amsterdam. Wat leuk. Hockey al lang. Nee, wij kennen elkaar van de hockey. Ja, van Pinoké. 8 jaar geleden. Gaat al zo ver terug? Zeven jaar geleden? 8 denk ik al. Ja, als guppies. Wow, toen waren we echt nog hele lieve kleine meisjes. Mm. Ja. Ja. Daar kennen we elkaar van. En nu hockey je nog steeds. Alleen mijn vrouw moest nodig naar het buitenland. Dus die is vaak in het buitenland. Ja. Dan zeg je alleen. Spijtig maar waar. Spijtig maar waar. Mop, Gertje. Zeggen mensen in België dat vaak? Nee, het zeggen alleen Nederlanders. Oh, oké. Ja. Maar wat ga je terugvinden in onze vlog? Wat ga je vinden van ons? Wij gaan vloggen over wat wij doen door de week en in het weekend. Wat doen we eigenlijk zo in de week? Wat doe jij allemaal in de week? Werken en trainen. Eigenlijk. Ja, overdag werken en 's avonds trainen. Het is eigenlijk best wel een saai leven. Ja. Yeah. Nee, is niet waar. Want, kijk, sommige mensen sporten dus niet en wij sporten heel veel. En er is vast ook een verschil met trainen in België en in Nederland. Ja, een groot verschil. Wat is het voornaamste verschil van trainen in België en trainen in Nederland? Trainen in België is een stuk, hoe zeg je het goede woord? Relaxter. Ja? Ja. Chill? Niet. Nee, ja. Ja, is niet, ja. Nee, relaxer is niet het goede woord. Er mag meer. Je mag meer, er is meer toegestaan. Je mag wandelen, je mag chillen. Het mag niet, maar... Speelt trouwens bij Royal Victory. Nee. Victory Royal. Royal Victorious. Nee. Royal Victory. Oké. Klemtoon lichtgas. Heb ik zelf ook een paar maanden over gedaan. Klemtoon. Royal Victory. 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 Ja. Oké. Hoe ben je daar terecht gekomen? Gevraagd. Ja. Sommige mensen worden gevraagd om naar toe te gaan. Sommige mensen niet. Dat heb je wel eens. Ja, nee. Ik kwam op mijn pad. Je hebt ook een vet leuke sok aan. Laat even je sok zien. Dat is glitter. Je ziet het niet zo goed, hè? Wacht, is het beter? Nee. Maar niet uit. Het is nog van trainen. Na trainen. Ja, want dat moeten we natuurlijk wel erbij zeggen. We zien er zo uit. We zien eruit alsof we net getraind hebben. Dat klopt. Je hebt een wedstrijd gehad, toch? Ik ook. Ik heb een wedstrijd gehad. Jij ook? Ja. Tegen jongens. Jongens onder 19. Was heftig. Ja, dat is waar. Dat is veel lopen. 2 kop groter. Onder 19? Ja. Oh. Ja. Oké. Okay. Heb je gewonnen? 1-1. Dus, ik heb gescoord. Nee. Jij? Vandaag? Nee. Nee. Wie heb jij gespeeld? Ik heb tegen Stichtse gespeeld. Alsof ik het niet weet. Tuurlijk wisten we dat al. Dat maar wisten goed, we al lang, maar voor de kijkers. Voor de views, voor de hits, voor de... Abonnees.
Zou je dit horen? Weet ik niet. Maar niet uit. Wat moeten we dan nog meer vertellen in zo'n intro? Heb je een vriendje? Ja, ik heb een vriendje. Hij heet Gert-Jan. Heb jij een vriendje? Nee. Nee. Not seeing anyone at the moment? Nee. Nee. We hebben ook geen met niemand. Voor... Nee. Nee. Nee, ik heb nog niet de waarde gevonden. Nee. Dus, mocht je interesse nee. hebben... Nee. Ja, dat is leuk. Nee. Abonneer je op ons kanaal. Ja, dat is leuk. Nee, ja, het kan altijd. Je moet er een soort van speeddate van maken. Ja. Ja, dan moet je dat kunnen we als challenge doen. Dat is leuk. Dan moet je even je telefoonnummer hier achterlaten. Dan ga je contact met je opnemen. Dan moet je eerst door de screening. En dan mag je misschien op date. Ja, lijkt me leuk. Alleen als je in de omstreek van Amsterdam komt, toch? Ja, toch wel? Ja. Oh. Ja, wel. Van mening veranderd. Ja, dat is ingewikkeld anders. Anders moet je vrij reizen en zo. Ja. Afstand is een issue. Afstand is altijd een issue. Ja. En die van mij kwam uit Zeeland. Of komt nog steeds uit Zeeland. Maar ja, die is wel voor je verhuisd. Ja, we gaan nu meteen inhoudelijk op alles. Ja, ja, weet je, laten we het gewoon meteen hoppa. Ja. Want zo zijn wij, we zijn hele eerlijke meiden. Wij vertellen gewoon waar het op staat. Ja, dus, vlogie. Vlogie. Dat gaan we dus niet zeggen, want dat heeft Monica Geuze bedacht. Vlogie. Vlogie. En wij komen niet uit het zuiden, dus we zijn geen vlogie. Wij zeggen geen vlogie, maar wij zeggen... vloggen, vlaggen. Oh ja, we vlog. Vlog. Vloggie. Vloggie. Een vloggo. We moeten wel een woord bedenken. Vlogina's. Als ik dat woord zeg, waar moet je dan aan denken? Ja. Het gaat toch snel naar de vagina. 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 Vagina? Nee. JJ. Daar komen we nog op terug. Op een nieuw iets van een vlogje. Oké. Okay. Is dit onze eerste intro? Nou, in ieder geval, welkom op ons kanaal. Leuk dat je kijkt. Blijf kijken. Ja. Elke week komt er een nieuwe, waarschijnlijk ergens. Gedurende week. Ja, we weten nog niet precies wat. Vrijdag, zaterdag. Want er moet nogal wat gekut worden. Bye.